Welkom op het Visserthoven Lyceum in Leiden. Aan de Kagerstraat staan we hier. Um, welkom bij een uh, wiskundelesje. Uh, wat gaan we vandaag doen? Ik, ik ga jullie een uh, wiskundewandeling geven door wat we eigenlijk allemaal bij wiskunde doen. En in het begin gaan we jullie eigenlijk kennis laten maken met ruimtefiguren. Nou, misschien ken je dit ruimtefiguur al. Dit is een kubus. En wat zie je eigenlijk? Nou, je ziet eigenlijk hoe die eruit ziet. Maar daarnaast zie je ook een gele groene kleur. Nou, dat is voor de in de wiskunde om te bepalen waar het grondvlak is. Nou, dan hebben we ook een balk. Die ken je misschien ook wel. Een balk, ook daarin heeft hij één grondvlak. Nou, als laatste laat ik hier nog de cilinder zien. En die cilinder kan je eigenlijk een beetje vergelijken met een lat hè, of met je etui wat je nu op de basisschool gebruikt. Nou, ook zo'n cilinder heeft één grondvlak en dat is belangrijk om te bepalen, om te bekijken van hey, hoe is nou zo'n ruimtefiguur opgebouwd. Nou, dan zal je misschien ook wat opvallen, dit is een bol. En een bol, hè, zoals een bal, zoals een voetbal, die heeft dus geen grondvlak. Want die is overal gebogen. Deze heeft eigenlijk één groot gebogen vlak. Nou, dit zijn misschien de wat bekendere eh, ruimtefiguren. Daarnaast hebben we ook misschien wat minder bekendere eh, ruimtefiguren, zoals een kegel. Misschien hebben we wel eens een pion gezien op de, bij de gymles. Nou, ook bij een ke kegel heb je één grondvlak en één gebogen grondvlak. Nou, hier een piramide. Misschien kennen we wel van de Sphinx. Hè? Maar behalve een piramide met vier uh, zijvlakken, heb je er ook eentje met acht. En je hebt zelfs nog andere figuren. En die figuren, dat zijn prisma's. En die heb je misschien wat minder vaak gehoord. Het woord prisma. En dat komt omdat je prisma's in allerlei soorten en maten hebt. Bijvoorbeeld als jouw huis heel netjes gemaakt is, dat is ook een soort prisma. En deze is een bepaalde vorm en in die vorm blijft het hele figuur bestaan. Nou, en dat heb je dus in een achthoek, maar dat heb je ook in een driehoek. En zo heb je eigenlijk heel veel figuren. Nou, had ik net al gezegd dat we, um, we graag willen weten hoe dat dan is opgebouwd. Nou, dit is dus de kubus. En de kubus heb ik hier ook getekend. De kubus staat hier op het bord. En dat is dus een 3D-figuur. En we willen ook graag weten hoe dit dan is opgebouwd. Nou, ik heb hem hier getekend, en zoals ik al zei, vinden we het altijd belangrijk om het grondvlak te tekenen. Dat heb ik hier ook getekend, hier aan de onderkant. Nou, dan zijn wij heel benieuwd in de wiskunde. Wat gaan we nou opzoeken? Nou, ik heb hier eigenlijk de hoekpunten heb ik groen getekend. En op het moment dat ik de hoekpunten allemaal baken erop tel, weet ik precies hoeveel uh, hoekpunten zo'n vorm heeft. Dan kan je je voorstellen dat een kubus er heel anders uitziet dan een prisma of een cilinder. En daarom uh, gaan we dit uh, bekijken. Daarnaast willen we weten hoeveel zijvlakken die heeft. Nou, om een kubus kan je helemaal omheen. Dus we kunnen precies tellen. 1, 2, 3, 4, 5 en de bovenkant heeft 6 vlakken. Daarnaast is zo'n figuur ook opgebouwd uit ribben. En bij ribben bedoelen we eigenlijk het stukje wat je aan elkaar ziet. Dus van hier tot hier, dat is één ribben. Nou, misschien heb je ze ondertussen wel zelf al geteld. En zie je dat ik vier rechtstaande ribben heb. Ik heb ook nog vier aan de bovenkant, bij het bovenvlak. En bij het grondvlak heb ik er ook vier. Dus in totaal heb ik twaalf ribben. Ribben. Nou, dan gaan we naar het laatste gedeelte. Wat ik wilde vertellen is dat je bij een 3D figuur, ja, als je dat vanaf de voorkant ziet en hij is bijvoorbeeld heel donker gekleurd, kan je de achterkant niet zien. Nou, daar hebben we in de wiskunde iets op bedacht. Als we dan een gestippelde lijn tekenen, dan kunnen we laten zien nog van. Hey, als die heel doorzichtig zou zijn, zoals deze, dan zou het er zo moeten uitzien. En dan kunnen we jullie heel duidelijk maken hoe dit is opgebouwd. Nou, als laatste in deze wiskundewandeling aan de Kagestraat wil ik jullie nog uh, laten zien hoe een assenstelsel is opgebouwd. En bij een asstelsel kunnen wij ook weer ribben tekenen. Nou, wat heel belangrijk is bij wiskunde is je geodriehoek. Dit is een iets grotere versie. Maar met een geodriehoek kan je heel precies meten. En ik zou je ook ribben kunnen tekenen. Nou, zie je hier punt A. Nou, punt A ligt op dit plekje en hier ligt punt E. Als ik die aan elkaar zou maken, dan leg ik heel netjes mijn geodriehoek er langs en dan kan ik ze aan elkaar verbinden. Nou, in dit geval heb ik een heel bijzonder uh, figuur getekend, want deze heeft uh, zes hoeken, dus dit is een hele bijzondere zeshoek. En van zo'n zeshoek zou je dus ook weer een prisma kunnen maken. Nou, fijn dat jullie even mee zijn geweest in deze wiskundewandeling. Ik hoop jullie gauw zelf wiskunde te geven volgend jaar aan de Kagenstraat. En um, tot uh, ziens, hoop ik.